Hallo beste kijker. Je kijkt naar de derde video uit onze reeks over het Midden-Oosten. We hebben al een kleine 100 jaar geschiedenis achter de rug. We begonnen bij het langzame verval van het Ottomaanse Rijk, dat uiteindelijk tot zijn ondergang leidde. Het werd mede mogelijk gemaakt door het imperialisme van de geïndustrialiseerde landen die ver vooruit liepen op de conservatieve Ottomanen. En intern waren er onder andere de nationalistische onafhankelijkheidsbewegingen van de vele volkeren die in het Ottomaanse Rijk leefden. Daarna leerde je hoe het Joodse Zionisme en het Europese Antisemitisme de roep om een onafhankelijke Joodse staat deden groeien vanaf het einde van de 19e eeuw. En al dus riep David Ben Gurion in 1948 de staat Israël uit, waarbij veel land werd veroverd op de Arabische Palestijnen die daar al generaties lang hadden geleefd. En zo werd Israël geboren uit het onrecht van de Holocaust en gegrondvest op het onrecht tegen de Palestijnen, hoewel de Palestijnen zichzelf ook schuldig maakten aan geweld. Ondanks het feit dat Israël het eerste jaar na de oprichting vrijwel constant in oorlog was met de Arabische landen en er honderdduizenden Palestijnen het land uitvluchten, verdubbelde de bevolking. Want de migratie van Joden vanuit Europa naar hun nieuwe thuisland ging onverminderd door. Israëls anti-Arabische houding zorgde bij de Arabieren voor gevoelens van onrechtvaardigheid en verlies. Vanuit het oogpunt van de Arabieren was het een zoveelste golf van Westerse Europeanen die hun land kwamen overnemen. En dat is in een notendop de voorgeschiedenis tot nu toe. En daarom deze keer: hoe reageerde de Arabische wereld op hun nieuwe Joodse buurman? Op basis van wat je in de vorige video's geleerd hebt en wat je deze keer zult leren, kun je zo dadelijk met minimaal twee voorbeelden uitleggen hoe de Arabische wereld reageerde op de stichting van de staat Israël. En daarnaast kun je een verklaring geven voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Als ik het over de Arabische wereld heb, dan bedoel ik landen waar veelal Arabieren wonen: en dat zijn landen zoals Egypte en Syrië, Jordanië. Libanon, Saoedi-Arabië en Irak. De grote verbindende factor tussen de Arabieren is de Arabische taal, hun cultuur en gemeenschappelijke geschiedenis, maar ook de islam, al weegt dat bij lange na niet voor elke Arabier even zwaar en er zijn ook Arabieren met andere religies. Egypte, met verreweg de grootste Arabische bevolking, is van oudsher van groot cultureel belang voor de Arabische wereld. Egypte nam dan ook in woord en daad de leiding in de strijd tegen Israël, Gamal Abdel Nasser die het Arabisch-nationalisme nieuw leven inblies en de haat tegen Israël aanwakkerde, kwam in 1952 aan de macht in Egypte. Het Arabisch-nationalisme was niet alleen anti-israëlisch, maar daarnaast ook sterk gekeerd tegen de Westerse aanwezigheid in die regio. De Britten hadden bijvoorbeeld nog altijd het Suezkanaal in handen. In Irak en Syrië werden de Baath-partijen opgericht, die streden voor de vereniging van het Arabische volk in een verenigde Arabische staat. Het is belangrijk om te weten dat dit geen islamitische beweging is. De Ba'ath-partijen staan voor een seculiere staat waarin het geloof is gescheiden van het maatschappelijke en politieke leven. Op de achtergrond speelt in de tweede helft van de 20e eeuw, want daar zijn we nu, de Koude Oorlog tussen het kapitalistische Westen onder leiding van de Verenigde Staten en het communistische Oosten onder leiding van de Sovjet-Unie. Ook de landen van het Midden-Oosten kozen een kant. Je kunt wel raden dat de Arabische wereld niet bepaald warme gevoelens tegenover het Westen koesterde. Zeker niet omdat Israël de VS als trouwste bondgenoot had. Arabische leiders kozen daarom de kant van de Sovjet-Unie, die hen steunde met wapens en geld. De Arabische wereld werd dus verenigd door hun haat tegenover Israël, de heropleving van het Arabisch nationalisme en hun vriendschappelijke verhoudingen met de Sovjet-Unie. De Arabische landen richtten in deze periode ook de Arabische Liga op om die eenheid vorm te geven en de gemeenschappelijke belangen van de Arabische landen te behartigen. Een belangrijk doel van de Liga was de bestrijding van de staat Israël. En gestreden werd er. Er werden verschillende oorlogen uitgevochten tussen de Arabische wereld en Israël, waarvan ik er drie kort zal aanstippen. Allereerst was er de Sue-crisis in 1956. De sterke leider van Egypte, meneer Nasser, was van mening dat het kanaal eigendom zou moeten worden van Egypte. De Britten hadden er volgens hem lang genoeg gezeten. Dus Nasser bezette het kanaal. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Samen met de Fransen en jawel de Israëliërs vielen de Britten Egypte aan. Ouderwets imperialisme en voor de Arabische wereld een bewijs dat die Israëliërs niet te vertrouwen waren. Pas toen de VS zich met het conflict ging bemoeien en eiste dat Frankrijk, Groot-Brittannië en Israël hun soldaten terugtrokken, werd het weer rustig. Nasser had gewonnen en mocht zijn kanaal houden. Elf jaar later, 1967, een oorlog met de weinig mysterieuze naam De Zesdaagse Oorlog. Want hij duurde zes dagen. Onder leiding van Syrië en Egypte werd de Arabische wereld opgeroepen om de Zionisten de zee in te drijven. Maar tot ieders grote verrassing sloeg Israël de allereerste slag. Johan Cruijff had gelijk, aanvallen is de beste verdediging. Grote stukken Arabische wereld werden nu bezet door Israëlische soldaten. Zo ook Oost-Jeruzalem, waar het historisch centrum van de stad ligt, met zowel heiligdommen van de Joden als van de moslims. En dat Oost-Jeruzalem was tot dan toe toegewezen aan de Palestijnen. Israël zei, als de Arabische landen ons erkennen, waren ze best bereid om het land weer terug te geven. Maar de Arabische Liga besloot geen vrede met Israël, geen erkenning van Israël en geen onderhandelingen met Israël. En enfin, het bleef dus vrij onrustig in de regio. En op de Joodse feestdag Yom Kippur in 1973, toen veel Israëlische soldaten naar hun familie waren, sloegen de Egyptenaren en de Syriërs opnieuw toe. Terwijl de VS in alle haast steun verleende aan Israël, schaarde de Sovjet-Unie zich opnieuw achter de Arabische wereld. Doordat deze machtige landen zich ermee gingen bemoeien, dreigde er een veel groter conflict en waarbij het ook niet onwaarschijnlijk was dat er atoombommen zouden worden gebruikt. Maar gelukkig kwam het zover niet. De Yom Kippur-oorlog eindigde met een wapenstilstand. Na deze drie oorlogen begon er een nieuwe fase in de verhoudingen tussen Israël en de Arabische wereld. Onder leiding van de VS werden er pogingen gedaan om de rust en vrede in het Midden-Oosten te herstellen. Jarenlang overleg leidde uiteindelijk in 1979 tot de Camp David-akkoorden, gesloten tussen Egypte en Israël. Maar binnen Israël begon er voor de Palestijnen een nieuwe periode van verdrukking. Er kwam een nieuwe politieke partij aan de macht die vond dat ook de Palestijnse gebieden eigenlijk aan het Joodse volk toebehoorden. Er werden actief Joodse nederzettingen gebouwd door de overheid in Palestijns gebied. De bewoners worden kolonisten genoemd met als boodschap wij vestigen ons hier en zullen nooit vertrekken. Deze nederzettingen zijn volgens internationale wetgeving illegaal, maar niet volgens Israël. Maar voor de Palestijnen waren dit bezetters. En de enige manier om hun land terug te krijgen was met een gewapende strijd tegen de Zionisten. De Palestijnen voelden zich bovendien in de steek gelaten door hun Arabische broeders, die na de Camp David-akkoorden dus juist vriendschappelijke banden met Israël wilden opbouwen. Daarom ontstond er onder de Palestijnen een eigen Palestijns nationalisme. De strijdbare Palestijnen begonnen met guerrilla-acties tegen Israël, kleinschalige snelle aanvallen op Israëlische burgers en soldaten. Maar ook internationaal sloegen de Palestijnen toe om aandacht te vragen voor hun doelen. Wereldwijd werden gijzelingsacties, vliegtuigkapingen en terroristische aanslagen uitgevoerd. Achter deze strijd zat de Palestinian Liberation Organization, of PLO, geleid door Yasser Arafat. Het geweld over en weer leidde steeds weer tot nieuwe wraakgevoelens en wraakgeweld, wat weer werd gezien als provocatie enzovoorts. Het conflict heeft geen duidelijk begin en geen duidelijke aanstichter. Er zijn tientallen grotere en kleinere uitbarstingen van geweld geweest, waarbij het moeilijk is om te bepalen wie nou de schurken zijn en wie de slachtoffers. Uiteindelijk leiden er altijd mensen aan beide kanten. Uiteindelijk kun je dit conflict niet begrijpen zonder de geschiedenis te kennen. Die geschiedenis begint bij de Britse beloftes aan zowel de Joden als de Arabieren, maar voert ook langs het onrecht van de Holocaust, de heropleving van het Arabisch nationalisme, de grote Palestijnse vluchtelingenstromen die in de regio op gang kwamen, en de wisselende verhoudingen tussen de Palestijnen en de rest van de Arabische wereld. Er zijn vele verklaringen te bedenken voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen, en er is niet maar één juiste verklaring. Het hangt er maar net vanaf aan wie je het vraagt. En ik vraag het nu aan jou: wat is jouw verklaring hiervoor?